stijgt. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers vandaag. Steeds meer bedrijven en instellingen worden afgeperst als hun digitale systemen op afstand onbereikbaar worden gemaakt. En pas als er veel losgeld aan de criminelen wordt betaald, kunnen ze weer bij hun geblokkeerde bestanden. Betaalfraude nam met 67% toe en cybercrime, waaronder aanvallen met gijzelsoftware, met 64%. Al sinds dinsdag kampt de Universiteit van Maastricht met ICT-problemen. Ja, op dit moment kan er niks. We hebben zelf al onze systemen nu offline gehaald. Het MCL in Ljouwert had u het vastwarg alle dataverkeer naar de boetevrot van Sloin Stilline. En dit is dien omdat hackers een poging dienen om in te breken in de digitale systemen van het ziekenhuis. Dus ja. Als het maar krijgt. Nou, oh, ja, je bent precies, hè? Ja. Geboren, zeker. Aan tafel, Frank Landhuis. U kreeg als directeur van een machinefabriek 3 jaar terug te maken met een cyberaanval. Ja, op zo'n moment, van het ene op het andere moment, bent u digitaal niet meer bereikbaar. Wat was dat voor een dag? Ja, dat was onwerkelijk. Ik kreeg 's ochtends een telefoontje van een van de medewerkers die 's ochtends heel vroeg al in het systeem wil. Planner, 6 uur starten. Productie was al gestart. Ik kwam erachter dat die systeem niet meer opstartte. En toen heb ik eigenlijk snel contact genomen met de automatiseerder. Dus die de zaken regelt op IT. En ja, die zag inderdaad dat er wat aan de hand was. Dus zijn we verder gaan zoeken. Te kijken van nou, hoe erg is het? Uiteindelijk, in paniek? Je denkt eerst van, het kan nog goed komen, want ik heb een aantal backups. Ik heb intern drive een backup, extern drive een backup. Nou, daar heb je dus stille hoop dat het goed gaat. Maar? Uiteindelijk kwamen we er zo snel achter dat alles versleuteld was. Dus, en weet je dan direct dat het om een hacker gaat? Ja, dat is de ransomware. En ja, waarschijnlijk heeft een van de medewerkers op een linkje geklikt. En ja, is in de nacht gebeurd. En dan, ja, heb je ook niet de tijd gehad om het te redden. Ja, het was gewoon echt ja, even op de stoel zitten en even niks meer doen. Want de hacker bepaalde hoe het verder ging. En hoe dan? Hoe bepalen ze dat? Uiteindelijk nemen ze contact Uiteindelijk stond er in elk mapje stond een tekstbestandje waarin stond read is important. En op het moment dat je dat opent, zie je inderdaad sorry, your files are encrypted. En dat je inderdaad contact op kunt nemen met de hacker. En dat hebben we uiteindelijk gedaan via de automatiseerder. En dan betalen? Ja, dan volgen de stappen. Ga je eerst kijken van, nou, ben je de hacker dan wel? Dus we hebben een aantal bestanden gestuurd. Te kijken van, nou, worden die dan echt ontsleuteld? En nou, dat gebeurde inderdaad. En, dus ze konden helemaal meekijken in het systeem, in bestand voor bestand, klik en op? Nee, uiteindelijk hebben wij zelf de bestanden gemaild naar die hacker. We hadden een mailcontact. En ja, echt als een 24/7 service. Maar dan heb je toch het idee dat je helemaal in een verkeerde film zit? Ja, dus onwerkelijk. Ja. Kijk, familiebedrijf, derde generatie. Ik denk van, nou, ja, ik ga het verder brengen. En in één keer kun je helemaal niks meer. Ja, dat is gewoon onwerkelijk. Dus ja, ik wist op dat moment ook gewoon niet hoe het verder moest. Er is geen draaiboek voor. Ook qua instanties, natuurlijk aangifte gedaan bij de politie. Ook daar werd de zaak niet opgepakt. En moet je toch zelf. Zij deden niks om je te helpen? Ze deden niks, nee. Dus jullie zijn maar zelf contact inderdaad gaan onderhouden, ja, met die hackers in de hoop, ja, dat het weer goed zou komen? Ja, uiteindelijk wouden ze bitcoins. Dus we hebben wel geprobeerd om de bestanden te recoveren. Alleen je wist gewoon niet hoe lang dat duurde. En als je een aantal weken stil ligt met een bedrijf, machinefabriek, kun je niet produceren, niet uitleveren. Ja, dat is gewoon enorm slecht voor je bedrijf. Ja, hoe voelt dat? Hoe voelde dat persoonlijk voor u? Nou, toen ik door de fabriek liep en gewoon machines stil zag staan, robotisering, robots, centrale magazijn met 1000 euro pallets, vanuit het ERP-systeem uitgegeven, kon niet, werkte niks meer. Ja, dat is onwerkelijk. Hoe groot is de schade dan? Ja, kijk, je betaalt, hoe moest bitcoins, u betalen aan die hackers? De koers was 860 euro per bitcoin. Dus 8000? 10 bitcoins betalen. Ja, dat valt 680, mee? Ja. Uiteindelijk is dat ook een bedrag op geld, wat gewoon te doen is. Alleen, als ze dan 100.000 hadden gezegd, ja, wat doe je dan? Ja, dan had ik het misschien ook wel gedaan. Want je had gewoon geen keus. Maar goed, dus het bedrag betaald. En al vrij snel kregen we dus de code om het te ontsleutelen. En ja, dat is gebeurd. En we konden eigenlijk 4 dagen later konden we weer draaien. Wat is de les? De les?
Ja, wat je ziet, je bent je dagelijks niet meer van bewust. En het gebeurt je gewoon. Ik heb heel veel andere ondernemers ook verteld over dit verhaal. En uiteindelijk moet je kijken naar je systeem. Dus ook bij automatiseren vragen van hoe staat het. Maar ook verder kijken. Ben ik wel veilig? En, want daar denken we te weinig over na? Ja, absoluut. Ja. Want zijn er aan tafel mensen die er ervaring mee hebben? Jullie hebben toch ervaring mee? Ja, we hebben onlangs, niet zo heel heftig, want we hebben dan geen geautomatiseerd systeem. Maar we hebben natuurlijk wel Facebook ook. En dan maken mensen ook andere accounts aan. En dan verkopen wij in één keer t-shirtjes. Ja. Andere accounts die ook de scheetjes heten? Ja. Maar ja, we hebben geen t-shirts en we verkopen ze ook niet. De mensen bestellen dan wel een t-shirt en betalen hem, maar krijgen uiteindelijk niks. Nee. Ja. We zijn dan de geld uit. Ja, en dan zijn wij toch de aangewezen persoon van, waar is mijn t-shirt? Ja, ik wou het ook wel gaan bestellen, maar ik dat is vervelend. Ja. Maar ja, dat soort dingen, dat gebeurt dan. Dat gebeurt enorm veel. Ja. En u heeft het uiteindelijk omgezet ook in uw werk, hè? Om dan bedrijven te waarschuwen en voor te lichten. Ja, klopt. Ik ben een innovatiemaker bij Novelty. En wij ondersteunen de MKB in Oost-Nederland. En we hebben ook een scan om eigenlijk te kijken van hoe moet je als bedrijf, waar moet je in elk geval aan voldoen. Wat is de belangrijkste tip die je voor bedrijven zou geven? Ja, maak gebruik van die scan. Ja. Vanuit het Cybersecurity Center, wat wij uiteindelijk ontwikkeld hebben, is het nu landelijk breed dekkend. Dus iedereen kan daar als MKB-bedrijf kan daar gebruik van maken. Is er genoeg kennis bij MKB-ondernemers over het gevaar? We lezen erover, we praten erover, het gaat er nu weer over. Ja, zit het voldoende tussen de oren dat ze denken, het kan morgen mij overkomen? Ze zijn er soms wel bewust. Ik merk ook wel bij ondernemers dat het ook wel eens een keer gebeurd is. Een mail of een laptop die vervuild was. En daarna ook wel in paniek en kijken van, hoe kan ik nou mijn systemen veilig maken? En er is schaamte, hè? Ze praten er niet over. Nee, er wordt niet over gepraat. Nee. Maar mag ik het vragen? Want, ik lees dat heel veel overheden nog op Windows 7 zitten. Is dat dan ook een bedreiging? Ja, als het aan het netwerk gekoppeld is wel. Dus verbinding. Want daar is geen beveiliging meer en geen onderhoud in. Nee, is gewoon gebeurd. Ja. Dat zegt mij namelijk niks. Windows 7, dat is te verouderd. Een oud besturingssysteem waar geen ondersteuning meer is door Microsoft. Ja. En inderdaad, dat is wel even een paar weken geleden dat gereleased is, wordt niet ondersteund. En volgens mij 50% van de overheid zit nog daarop. Ja, veel overheden zitten erop. Ja, dat weet je. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook schrikbaand als we vandaag die cijfers horen. Hè, hoeveel het oploopt ook maar. U heeft ook met Tweede Kamerleden gesproken over computerveiligheid. Staat het hoog op de prioriteitenlijst daar? Nee. Nou ja, goed. Ik ben bij de minister geweest die toen verantwoordelijk was voor veiligheid in Nederland. Nou, ik vond het ook zeker wel een zaak, omdat het is toch een stukje ontwrichting van de maatschappij. En ik had zoiets van, ik wil eerst met premier Rutte wou ik praten. Alleen, daar kon ik niet binnenkomen. Nou, uiteindelijk wel met een minister gesproken. Kon je torentje niet hacken? Ja, ik heb wel met een naamgenoot gesproken. Wat je merkt is dat hij eigenlijk zei van, je moet je automatiseerder aanklagen. Ja goed, daar had ik als ondernemer maakte gewoon geen behoefte aan. Nee. En uiteindelijk ook politie. Ja, ik was uiteindelijk wel blij dat de politie mij niet geholpen heeft. Want op het moment dat de politie gaat onderzoeken naar je systeem, dan nemen ze alles in beslag. Gaan ze forensisch onderzoek doen van wie is nou de dader. En dan ben je machines kwijt. Waar je uiteindelijk je productie moet draaien. Ja, en kost het je nog meer. Dan sta je gewoon stil. Ja. Voorlichting en kennis, dat is in ieder geval heel belangrijk. Dankjewel, Frank, voor je verhaal. Graag gedaan. Gaan zo meteen praten met Melger.